ijsfestijn in zwaar weer. VVD wil krakers uit garage. En fietsendiefstal vaker gemeld. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Het zit de organisatie van het evenement Beuning on Ice niet mee. Alles moet uit de kast worden getrokken om ervoor te zorgen dat het publiek op tijd de ijsbaan op kan. De stormachtige nacht van maandag op dinsdag leidde tot schade aan enkele tenten. Nou, wij werden dinsdagnacht gebeld om 5 uur door de beveiliging dat de voortent, een kleine entreetent, door de wind is bevangen en door het dak van de corridor en de ijsbaan is geslagen. Dat betekende dat 8 grote tentdoeken helemaal beschadigd waren. We hebben direct de tentenbouwer gebeld, die is ook direct hier naartoe gekomen. En eigenlijk rond het middaguur was alles weer hersteld, gelukkig. Ja. Heeft geen gevolgen voor de opening? Heeft absoluut geen gevolgen voor de opening, gelukkig niet. Nee. Nou, komt er vrijdag nog een stormpje over Nederland? Hebben we daar last van hier? Wij hopen van niet. Wij volgen de weersverwachting natuurlijk nauwlettend, want het is wel zorgelijk. En wij vinden veiligheid natuurlijk ontzettend belangrijk, zeker voor al onze bezoekers. Dus we hebben vandaag de tentenbouwer ook weer ter plaatse. En die loopt alles nog even na. Extra punten worden geschoord met grote zware blokken en spanbanden. En dan moet het echt goed gaan lukken. Gelukkig, de schade is hersteld. En vol goede moed is iedereen zijn stinkende best aan het doen om alles op tijd af te krijgen. De catering bijvoorbeeld sjouwt zich een liesbreuk aan het meubilair in stijl. Hier gaan ze denk ik dagelijks borrelen. Oh, dit wordt echt het borrelhok, zeg maar. Ja, ze bedoelen dat ze hier elke avond een borreltje komen doen. Hoe gaat het met de voorbereiding? Ja, prima, mooi op schema. Dus dat komt helemaal goed. De mannen van Showlight zorgen dat het licht tot in de kroonluchterpuntjes perfect is tijdens de schaatsuurtjes. Op dit moment ben ik met een internetverbinding bezig. Maar hier heeft de verlichting eigenlijk. Ja. Wat hangt er nou aan verlichting hier? Er hangt wel basisverlichting boven de ijsbaan, dan een kroonluchter, dan sfeerverlichting, dan feestverlichting, frontlicht voor bandjes, ja. Dat soort dingen. Het is echt enorm hè, qua licht. Ja, het is best leuk. Ja. Oud-organisator Ton Hendricks heeft nu een adviserende functie. Hij kwam de catering even inspecteren. Ja, je kunt het toch niet laten hè? Nee. Hoe is het nou om dit allemaal zo te zien nu, van afstandje? Hartstikke leuk, perfect. Het team doet het hartstikke goed. Enthousiast bezig en zo met het hele team. Nee, dat geeft een lekker gevoel hoor. Want je hebt het dan goed achtergelaten, een goede draaiboek achtergelaten. En je merkt dan toch dat er ook van eigen ideeën weer bij zijn en zo. Een beetje verjongen, dat is goed hè. Kan ook niet kwaad. Komt wel zelf mee schaatsen toch of niet? Nou, ik kom wel maar schaatsen. Moet ik even nadenken nog. Misschien de laatste dag. En dan is er nog 3 weken lang Radio Totaal wat er door de ijsspeakers zal schallen. Gezellig. Ook daar zijn de voorbereidingen in volle gang. Ja, wij staan voor het derde jaar staan we nu hier. We beginnen vrijdag, marathonuitzending, 3 weken lang. Dus na de eerste week van januari zullen alle uitzendingen vanuit een speciale skihut komen. Skihut, zo kun je het wel noemen. Ja, we hebben het omgetoverd tot een skihut, zeg maar, inderdaad, achter ons. Dat wordt leuk radio maken. Dat is best uniek, hè? 3 weken lang is best lang. Ja, je ziet dat sommigen soms nog wel eens iets voor een week willen doen of voor 5 dagen. Maar wij pakken toch groter aan, 3 weken lang verhuizen hier naartoe. Maar het is zo ontzettend leuk om die radio-uitzendingen vanuit hier te verzorgen. Dus dat wordt leuk. Wordt een feestje. Het wordt een feestje en eigenlijk blijft alles hetzelfde. Je kunt blijven requesten, we draaien nog steeds dezelfde muziek. We toveren het wel om leuk tot Beuning on Ice Radio. Dat vonden we wel leuk voor dit evenement. En we gaan gewoon genieten van de feestdagen. Ja, Beuningen maakt zich op voor het ijsevenement van het jaar. Beuningen on Ice. Slijpt u de schaatsen maar vast. De noodgedwongen wissel in de directie van Gelredome heeft geen invloed gehad op de deal met Live Nation. In Nederland beter bekend als Mojo Concerts. De deal is zelfs al in grote lijnen beklonken. Alleen de details zijn nog niet duidelijk. Omdat directeur Jasper van Amstel vastzit op verdenking van moord of doodslag op zijn echtgenote, verwacht zijn tijdelijke opvolger Paul van Sliedrecht nog een half jaar op de huidige post te zitten. Wat er na deze deal gebeurt is nog onduidelijk. Van Sliedrecht wilde niet voor camera reageren. Een aantal kostbare steigerdoeken, onderdeel van een kunstwerk rondom de Eusebiuskerk in Arnhem, hebben de heftige storm niet overleefd. De doeken die er afgewaaid zijn, zullen ook niet worden teruggehangen. De stichting Eusebius Arnhem wil daarmee wachten tot na het stormseizoen. Het gaat niet goed in Nijmegen. Steeds meer ondernemers zijn in financiële problemen gekomen. En dat is merkbaar in het aantal bijstandsverstrekkingen aan ondernemers. Maar liefst een toename van 65% aan speciale bijstandskredieten laten zien dat het bikkelen is begonnen in deze tijden van recessie. Steeds vaker kloppen Nijmeegse ondernemers aan bij het bureau zelfstandigen van de gemeente.
Groepen die er uitspringen zijn de zakelijke dienstverlening, de horeca, de detailhandel en de bouw. Bezoekers van de vrijdagmarkt in Arnhem kunnen voortaan tot 2 uur terecht voor het doen van aankopen. De gemeente heeft besloten de eindtijd met 1 uurtje op te schuiven. Alle partijen zijn blij met de wijziging. Mensen met lunchpauze na 1 uur kunnen nu ook nog van de markt genieten. Gevolg is wel dat het kerkplein voor schoonmaak nu om 3:30 helemaal leeg moet zijn. Het afgelopen jaar is het aantal aangiftes van fietsendiefstal in Nijmegen sterk toegenomen. In 2010 werd nog 2151 keer aangifte gedaan. De teller voor dit jaar staat al op 2534. En dat is een stijging van 17%. Dat blijkt uit politiecijfers die de gemeente heeft bekendgemaakt. De politie heeft geen verklaring voor de stijging. PvdA-raadslid Stijn Verbrugge heeft het college van BMW vragen gesteld over de fietsendiefstal. Volgens het college maakt de politie niet structureel tijd vrij voor de bestrijding daarvan. Ondanks zijn begrip daarvoor is het raadslid toch teleurgesteld. Nou, uit de antwoord op onze vragen blijkt dat er een forse toename is van het aantal fietsendiefstallen in Nijmegen. En dat is gewoon een groot probleem. Ik begrijp dat de politie niet meteen 100 man vrijmaakt om daarop te zetten. Dat er andere prioriteiten zijn als het gaat om de aanpak van overvallen en ernstig criminele jeugdgroepen. Daar zijn we erg voor dat dat de prioriteit krijgt. Maar het college van burgemeester en wethouders doet nu net alsof dat betekent dat er helemaal niks meer aan andere onderwerpen gedaan kan worden. En dat is natuurlijk echt flauwekul. Ja, er is een stijging in het aantal aangiftes. Zegt dat wel iets over het daadwerkelijke aantal fietsdiefstallen? Want niet iedereen geeft bijvoorbeeld een gestolen fiets op. Nou ja, dat is een trend die je wel ziet. Dat mensen daar niet zoveel vertrouwen meer in hebben. Zeker gezien het lage oplossingspercentage. Dus ik denk eerder dat als je al aanneemt dat de aangiftebereidheid is afgenomen en er dan toch een toename in het aantal aangiftes is, kan je ook zeggen dat dit misschien maar het topje van de ijsberg is. Is ook duidelijk op welke locaties de toename het sterkst is? De toename het sterkst weet ik niet, terwijl wat de hotspots zijn waar gewoon altijd heel veel fietsen worden gestolen. En dat blijft volgens mij ook al jaren hetzelfde. En daarbij staat het stationsplein waar we hier staan, is de absolute nummer 1. Ondanks dat de politie lagere prioriteit geeft aan fietsendiefstal dan aan zwaardere delicten, maakt zij voor de bestrijding wel gebruik van de zogeheten lokfiets. Verscheidende veelplegers zijn daardoor al opgepakt. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat is een initiatief geweest van de Partij van de Arbeid. Al jaren geleden een initiatiefvoorstel dat we die lokfiets in moesten gaan zetten. Er was toen een hoop weerstand tegen. Uiteindelijk is die ingezet en dan blijkt dat daar heel veel, vooral veelplegers mee gepakt zijn. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. Wat zijn er nou voor u, volgens u nou voor acties te ondernemen? Nou, ik richt me dan niet eens zozeer alleen op de politie, want die kan af en toe wat doen. Maar de gemeente kan ook veel meer doen. En daar zit eigenlijk nog maar mijn grootste ergernis over de antwoorden die het college nu geeft. Laat het maar een beetje gebeuren. Terwijl er allerlei rapporten liggen van landelijke organisaties die aangeven hoe je dat het beste aan kunt pakken. Dat je dan als gemeente de regie moet nemen en nou gewoon één plan moet maken. En nu is dat nog steeds versnipperd. De ene afdeling gaat over de fietsenstallingen, de andere gaat over wat de politie doet, de andere gaat over weer iets anders. En dat zeggen dat ze dat goed met elkaar afstemmen. Maar goed, daar heb ik zo mijn twijfels over of dat nou de meest effectieve manier is. Ja, vroeger had je nog het systeem van graveren in het frame van de fiets. Tegenwoordig lijkt dat niet zo populair meer. Zou zoiets een bijdrage kunnen zijn aan de bestrijding? Ja, lijkt me wel. Voor nieuwe fietsen die zijn bijna standaard uitgerust met een chip. Dus dat is al een verbetering. Maar er zijn natuurlijk heel veel fietsen van voor die tijd die nog gewoon in gebruik zijn. Daar zou graveren goed zijn. Nou, die oproep heb ik ook gedaan aan de gemeente om te kijken of je met fietshandelaren daar afspraken over kunt maken. Dat dat weer meer in zwang raakt bij de onderhoudsbeurten van fietsen die nog geen chip hebben. Maar er is niet veel animo om ook maar iets te doen. U heeft de vragen beantwoord gekregen. U bent niet tevreden. Wat gaat u verder doen? Nou, dan moet ik even kijken ook hoe andere fracties erover denken. Maar ik denk dat ik de antwoorden op deze vragen een keer agendeer in de gemeenteraad. Om ook van andere partijen te horen hoe ze daarover denken. De Nijmeegse VVD-fractie vindt dat de gemeente moet ingrijpen in de situatie rond de voormalige Opel-garage aan de Muntweg. Sinds 26 augustus huizen daar krakers in het pand. Destijds gaven zij aan zich aan de brandweervoorschriften te zullen houden en geen overlast te willen veroorzaken. Ook wilde zij in gesprek gaan met de buurt om duidelijkheid te geven over de heersende woningnood. Maar volgens de liberalen is er van een dergelijk gesprek nog helemaal geen sprake geweest en ervaren omwonenden veel overlast van de krakers. Afgelopen maanden hebben buurtbewoners al een aantal keren een melding gedaan bij de politie. En dan heb je het over overlast in de vorm van geluid, 's avonds en 's nachts harde muziek. Mensen die op straat met elkaar ruzie maken, honden die heen en weer lopen en de hele nacht blaffen. En af- en aanrijdende vrachtauto's vanuit dat pand. Dat vinden wij volkomen abnormaal, want wij proberen hier zoveel mogelijk iets goeds te doen voor de buurt. En we proberen gewoon geen overlast te maken. En enigszins gebeurt er een keertje wat en dan is het gelijk een hele bombarie erover. Ja, we proberen ons aan te houden, dus
Ja, het gaat al een hele tijd goed. Een tijdje geleden was er wat overlast geweest omdat de honden met elkaar aan het vechten waren. Er was een hond van buitenaf die was gekomen en die waren met elkaar aan het vechten buiten. Daardoor hebben we overlast gekregen eigenlijk. Maar geen rechtstreeks meldingen van omwonenden? Niet naar ons persoonlijk toe. Ik denk wel richting de justitie of zo dat ze dat misschien wel hebben gezegd. Maar ja, het was gewoon honden die aan het vechten waren gegaan. En ja, daar was de overlast eigenlijk door veroorzaakt. Er kwamen klachten binnen van dat er af en aanrijden van vrachtwagens zou zijn. Dat er een winkel is gestart. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat af en aanrijden van vrachtwagens, dat hebben we al stopgezet. Dat waren mensen uit het buitenland en ja, dat is al niet meer. En ja, we hebben inderdaad een weggeefwinkel hier. En nou ja, daar betalen mensen helemaal niks voor. Ze kunnen gewoon spullen brengen, ze kunnen spullen ophalen, gewoon voor niks. Dus er is geen prijs aan verbonden of wat dan ook. Dus verder is het dus gewoon geen winkel waar de VVD het over heeft. Dus ja, daar is op zich niet over te klagen. En we hebben ook tevens geen klachten gehad van mensen die zelf naar ons toe komen. Het is iedere keer gewoon dat we het van buiten af horen of via wat dan ook. Volgens de kraker zelf was er niet de afspraak dat er maar 3 mensen zouden slapen, maar zouden dat er 8 mogen zijn. Wat is u daarvan bekend? Nou ja, wij hebben in de meldingen die wij gekregen hebben ook vanuit de politie en de brandweer is dat er 3 mensen in het pand mogen verblijven en niet meer. En de signalen die wij krijgen is dat er veel meer mensen op dit moment verblijven. Vandaar dat we vragen stellen aan de burgemeester. Ik bedoel, het hartstikke mooi is de burgemeester alle zorgen weet weg te nemen. Maar wij nemen klachten en signalen van buurtbewoners serieus en dus stellen we vragen. We zouden hier ook met 8 mensen wonen, niet 3 zoals in de Gelderlander staat en wat de buurtbewoners dus beweren. Wij wonen hier inderdaad wel met iets meer, maar meer mensen hebben onderdak nodig en dus ook gewoon, er is gewoon woningnood, dus vandaar. Jullie gaven destijds 26 augustus aan dat jullie ook aan de brandweervoorschriften wilden houden. Wat houden die voorschriften precies in? Die voorschrift was uiteindelijk dat we hier geen open vuren in de lood zouden doen. Dat alle vluchtwegen gewoon nog goed bereikbaar zijn. Dat waren een beetje de regels die ze ons verteld hadden. Ja. En volgens de VVD-fractie zouden jullie daar niet aan voldoen? Volgens mij voldoen we daar wel aan uiteindelijk. Ik weet niet waarom ze het in één keer moeilijker over doen of zo. Het gaat al die tijd al goed hier. We hebben al een keer iemand van de brandweer langs gehad die ons heeft uitgelegd wat de regels zijn en zo. Dan zijn het reacties van omwonenden die bij u terecht zijn gekomen, dus reacties van derden. Er kunnen natuurlijk ook mensen zijn die uit principe al iets tegen kraken hebben. Hoe betrouwbaar zijn die reacties dan? Nou ja, de reacties zijn in die zin betrouwbaar dat er meerdere klachten bij de politie zijn binnengekomen. We hebben ook contact gehad met de wijkagent en die heeft het ook bevestigd. Dus wat dat betreft zijn de klachten naar ons gevoel reëel. In ieder geval zodanig reëel dat wij vinden dat de burgemeester zich erin moet verdiepen. We weten ook vanuit de wijkagent dat de burgemeester geïnformeerd is. En als er sprake is van overlast, dan vinden wij dat de burgemeester moet optreden. Kraken is verboden in dit land, dus dan moet je ook gaan handhaven. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog een keer terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv of bel de tiplijn 026-327-5551. Gooien we de frikandellen in het vet of gaan we echt koken? Inspiratie is onderweg. Let's cook it. Direct na het weer, hier op kanaal 13.